Het najaarscongres van de NVC wordt interessant voor iedereen die betrokken is bij de opvang van acuut zieke patiënten in het ziekenhuis. Dus of je nou internist bent, of intensivist of eerste hulparts, het wordt een interessante dag voor jou. Kritisch zieke patiënten presenteren zich vaak op de eerste hulp en worden vaak initieel door de eerste hulparts behandeld. De intensivist is er vaak dan nog niet bij betrokken, maar komt vaak een beetje later. Maar we willen graag dat de intensive carezorg al vanaf het begin zo optimaal mogelijk verloopt. Nou kan het zijn dat we de eerste hulpartsen als intensivist moeten scholen, zoals in grote delen van de wereld ook gebeurt. In Amerika en Australië is een eerste hulpartsen ook vaak intensivist. Of we kunnen de intensivist eerder bij de behandeling op de eerste hulp betrekken, of we kunnen meer gaan samenwerken. Hoe kunnen we dat nou het beste gaan aanpakken? Sean Scott, een ook in de ECMO-wereld heel bekende eerste hulparts en intensivist uit Australië, zal hier een presentatie over geven. En na afloop van die presentatie bent u van harte uitgenodigd om ook mee te doen aan de paneldiscussie die hierover gaat. Kom allemaal naar het najaarscongres van de NVC en praat mee over de opvang van acuut zieke patiënten in het ziekenhuis. Ga naar www.intensivistendagen.nl.